dat jullie ook tijd hebben kunnen vrijmaken om hier te zijn. Er zijn veel mantelzorgers in Nederland. Zo'n 2,5 miljoen volwassenen zorgen voor hun partner, hun ouder of een zieke kind. En er zijn ook heel veel jonge mantelzorgers. Het zijn kinderen of jonge volwassenen die opgroeien met een zieke ouder of een ziek broertje of zusje. Een gehandicapt broertje of zusje. Velen van u zorgen al lange tijd intensief voor de ander en sommigen zelfs dan in dag uit. En het voelt eigenlijk heel gewoon, omdat het vaak iemand is die ook een bekende voor u is. Maar dat is het niet. Hetgeen wat u doet als mantelzorger is alle tijd en aandacht en liefde en energie die u geeft, het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. En daarom vinden wij het zo belangrijk om deze middag voor u te organiseren. Die u misschien vreemd voelt. En dat is omdat er vandaag voor u gezorgd wordt in tegenstelling van wat u het hele jaar zelf doet. Ik ga even bij mijn collega staan, we zijn er al. Ik ben samen met mijn collega Saskia hier aanwezig, omdat wij vanuit de gemeente ontzettend waarderen wat u dagelijks doet. En het is een beetje een druppel op de gloeiende plaat, maar daar waar we kunnen, proberen we te ondersteunen. Dat doen we dankzij de geweldige ondersteuning van de mantelzorgconsulenten bij Wels en Rijswijk. We doen dat door middel van bijvoorbeeld de alarmsignalering, we doen dat door maaltijdondersteuning. En waar ik ontzettend trots op ben, dat is dat we vanaf dit jaar ook een verblijfplaats hebben voor mensen die samen met de persoon die ze willen of die ze verzorgen of zelf daar naartoe willen. Dat is landgoed in Ter Heide. Nou, ik ben er van de week met Saskia geweest. Het is echt een enorme aanrader om daar een keer een kijkje te gaan nemen.